Zo, daar ben ik weer. Toch even snel, voordat die te lang wordt, kan ik hem nog uploaden. Zoals ik al eerder een paar keer heb aangegeven. Ja, het is echt puur nostalgie dit spel. Maar Emiel, ik wil het uit jouw mond horen. Als ik een spel officieel heb, op de Pot Jan Dikkie. Nope, andere kant op. Als ik een spel officieel op de... op een... officieel als een cartridge heb, hè. Ik heb Grunty's Revenge op de Game Boy Advance. Maar ik heb geen Game Boy Player. Mag ik hem dan wel emuleren, omdat ik hem wel officieel betaald heb. En ik officieel een Game Boy hierop liggen. Wat ik op de cam kan showen. Want dan zou ik ook nog een Grunty's Revenge ertussen doen. Nee, ik wil gewoon dat het eerlijk is voor iedereen. Niet alleen omdat ik denk van... niet dat ik zeg, ja, ik ben de baas. Dus ik zeg gewoon ja tegen mezelf, maar nee tegen anderen. Het moet gewoon eerlijk zijn met iedereen. Want officieel... ja, regels zijn regels. Dus dat ga ik het ook doen. Maar officieel is Grunty's Revenge. Is het eigenlijk... speelt zich af tussen Banjo-Kazooie en Banjo-Tooie. Dan zal ik jullie nu even verblijden. Welkom in TikTok Woods. De meest complexe zone van het spel. Zoals ik al eerder aangegeven heb. Het spel bestaat uit 4 verschillende versies of het level. Je hebt herfst of je hebt lente. Je hebt zomer. Je hebt de herfst. En je hebt winter. En allemaal zijn ze verschillende versies van het level. En je kan switches vinden. In lente kan je bijvoorbeeld de zomer switch vinden. In zomer kan je de herfst switch vinden. In herfst kan je de winter switch vinden. En dan kan je zo in elk gedeelte van het level. Dus ik zal jullie nou even met rust laten. En dan mogen jullie genieten van de beste muziek in dit spel. Komt ie aan. Dat is het voor nou. Quit game. Yes, I'm sure. Wat ga ik nou doen? Ik zou kort overigens ook weggaan. Ik weet dat het eigenlijk niet mag. Omdat het 16 plus is, maar ik ga niet schieten ofzo, ik ga niks doen. Ik wil alleen even Emiel mijn character show in Saint Row. No worries, er gebeurt niks, gokkend. Emiel, je hebt het vannacht gemist. Vannacht was het echt de epic fall van Saint Row.
Dat was echt non-stop. Non-stop velen met die motor. Ik kon niet 1 seconde rijden en ik werd weer gelanceerd. Dat was echt triest. Het staat op YouTube. Max Palessa Drek. Dit is hem. Of testing plus knook. Ik sta gewoon in het midden van de vuurgevecht, joh. Het ergste is toch wel als hij op een motor zit. Dat ziet er ook voor geen meter uit. Oh. Ik ga het opgeven voor nu. Ik ga broodje eten. In ieder geval, ik ga even ontbijten. Ik bedank jullie allen voor het streamen. Of voor het kijken. En als Banjo-Kazooie klaar is, gaan we of course door met Banjo-Tooie. Eet smakelijk. Even kijken hoeveel, of ik nog wel een save over heb met Banjo-Tooie. Dus maak me gelijk even vrij. Het is alleen jammer dat je nog niet kan skippen. Hier hebben we 20 uur playtijd, 60 jiggies, empty en empty. Nou, dat is mooi. We hebben nog genoeg ruimte voor bij de Wii. Nog achievements hier moeten we nog 1. Oh ja, nog maar een grunty vermoorden. Nou, kom eens af goed. Hallo, Princess Angel. En ik moet ook weer gedag zeggen, want ik ga weer stoppen. Nu komt Rick, als het goed is. Of iemand anders. Wie pakt mij over? Excuse me, Princess. Is het weer zover? Hoor je weer een echo? Rick met zijn hele grote glimlach.
Rick, als jij je stream kan voorbereiden, dan blijf dan lul ik het nog even van elkaar. Zet je de X-Split vast aan, zet je, bereid je stream voor, dan zeg ik nog even hallo tegen de mensen hier. Oké, zeg maar wanneer ik kan afsluiten. Als er ruimte is, dan ga ik vanavond verder. Als er niemand anders wil spelen, want nu heb ik eerst iedereen even priority. Ik heb die stream echt veel te lang weggekaapt. Stel dat bijvoorbeeld Wiki nu even wil streamen of John even hoe verder we gaan of zo. Gewoon pakken, dan ga ik gewoon 's nachts maak ik hem af. En als jullie even verder willen kijken met hoe het avontuur van Benjo verder verloopt, gewoon op YouTube opzoeken. Rick staat klaar. Dan zeg ik nog één keer bedankt. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie plezier gehad hebben, dat jullie het vermaakt hebben met Benjo, Banjo-Kazooie. Ik heb me enorm vermaakt. Oh, Faint is dat in de planning. Vet. Ik zie jullie later. Ik spreek jullie in de chat. En op Skype. En op Facebook. En op al die andere plekken waar wij ontmoeten en dingen doen. Tijd voor de tosti. God eten. Dat ga ik doen. Ui, ik vergeet Steam niet, jongen. Ik ben al op Steam geweest. Ik heb het al gezien. Ik heb er gekeken. Die staat aan. Lekkere tosti. Lekkere. Heerlijk. Maar er zijn geen kaas meer, dus ik moet wachten. Nou, tot straks. Er komt Ricardo aan. Baus, zegt hij. Aju, paraplu. Tot de volgende keer. 0804. Koken met Jess is een plezier. Wat een top gedicht. Nou, aju. Komt ie aan. Broadcast out. See you later, alligator.